deze woensdagmiddag. De allereerste vrije woensdag, vrije dag. Na de feestdagen. In de winkel, en dat weet je al, in de winkel is het gewoon rot. De feestdagen zijn eigenlijk ontzettend rot. Je kan nergens naartoe leven, je kan geen vrij nemen eromheen. Racheltje heeft 2 weken vakantie en in die 2 weken zie ik er 4 dagen. Namelijk met de feestdagen. Die andere 10 die zij vrij heeft, is ze ergens anders. Dat is rot. Ik voel me daar zwaar, zwaar schuldig over. Dus nu, midden in haar 2e week vakantie, ben ik eindelijk vrij. En kan ik doen wat ik al 2 weken wil doen? Kan ik doen wat ik 2 weken niet heb gedaan, moet ik eigenlijk zeggen. Doorsnotteren, je merkt het, ik ben snotverkouden geworden. Mijn lijf zegt altijd, nu kan je verkouden worden. Word nu maar verkouden. Als de druk er een beetje vanaf is, en dat is dus nu, dan wordt mijn lijf verkouden. Want ik heb ook gewoon 2 weken doorgeploeterd. Nu ik een vrije dag heb, ja, ik stort niet in. Zo is het niet. Maar een betere gezondheid had ik me wel toegewenst. Mezelf. Ik heb net de kerstboom weggebracht. De kerstboom is de 2e dag van januari, 2e of 3e dag van januari, afgebroken. En die ligt nu dus bij de stort. Vorig jaar heeft hij 1 jaar op het balkon gelegen. Maar ja, toen hadden we nog onze Mini Cooper. Dus we kregen hem echt niet weg zonder een grote auto. Nu kan hij Israël in de nieuwe auto. Nieuwe, voor ons nog steeds nieuw. En ik ben net naar de stort gecrossed om die boom eens af te voeren. Want dan zijn we er in ieder geval vanaf. En hebben we weer gewoon een lege kamer. We willen onszelf nog wel even herinneren aan 2017. Check. 2017, die hangt nog wel even. Want ja, dit is het jaar dat Viv en ik 10 jaar zijn getrouwd. Ja, 10! En met dat 10-jarig jubileum gaan wij naar New York. In september is het dan eindelijk zover. Viv en ik gaan naar New York voor een aantal dagen. En daar gaan we genieten. Natuurlijk, de kerst zit erop en daar zijn we doorheen gesnotterd. En nu is het tijd voor de goede voornemens. Deze januari gaan we eens kijken of we die goede voornemens door kunnen zetten. Of ze langer kunnen duren dan 1 of 2 dagen of weken. Ik ben eigenlijk nooit zo van de goede voornemens. Ik ben wel zo van de nieuwe starten. Ik vind het zo lekker om lekker nieuw te starten. Om gewoon weer te beginnen. Te zeggen, dit is een nieuw begin. Alles wat aan het einde van 2016 niet zo lekker liep en ging. En waarvan je dacht, oh, dat had beter gekund. Dat gaat in 2017. Beter. Mark my words. René, dit was het voor vandaag. Ik ga weer de dingen doen die ik moet doen, die ik de afgelopen 14 dagen niet heb gedaan. Ik zie jou.